Nou, de negende dag alweer. Ik sta hier op het balkon van mijn kamer op de zevende verdieping van Hotel Rio Oliva Beach. En je ziet ook de beach op de achtergrond. Vandaag niet zo mooi als anders, want het is voor het eerst eigenlijk bewolkt en een harde wind. Maar goed, toch nog fijn. En dadelijk om 11:15 dan ga ik de dansles bij Philip volgen. Dan heb ik eerst nog even een zinnetje voor jullie. Het heeft vannacht hard gewaaid. Hoe schrijf je dan gewaaid op het einde? Met een D, want het is voltooneel woord. Y señores, ahora vamos a tener un pequeño baile aquí con la Rio Oliva Beach, la reina de la salsa, el merengue y la bachata. Espero que lo disfruten. Un beso a todos. No, gracias. Ik ga nou bij Philip dansles doen, maar er is geen kip. Dus ik heb privéles en dan kunnen we gewoon gezellig dansen. Gracias, Philip. Nou, dit is een oefening voor de show van vanavond. Nou, Philip, die doet nou weer een ander spel. Maar dat vind ik te saai, daar doe ik niet aan mee. Dus ik doe het toch maar weer de Zumba. Ik ben nu aan de andere kant van het hotel, ben een stukje aan het wandelen. En je ziet dat het hier er heel anders uitziet. Lavastenen. Op de achtergrond zie je het eiland Lobos. En doordat het somber weer is, ziet het natuurlijk een beetje grijs uit. En de zee is ook wat wild. Je zag trouwens in die vorige filmpjes Philip met een camera. Die is hetzelfde aan het doen als ik, alleen die heeft een heel klein blokje als camera. In de verte zie je ook surfers, volgens mij kitesurfers zijn er, denk ik. Zijn allemaal van die rondjes gebouwd. Daar kun je in zitten. Daar kun je in gaan zitten om dan tegen de wind beschermd te zijn. Fuerteventura betekent namelijk sterke wind. Dus het waait hier heel vaak. Nou, zo ziet het er in zo'n rondje uit. En je ziet, je hebt gewoon een mooi muurtje om je heen. Samad is mijn lievelings over, want hij is ontzettend lief en vriendelijk en keihard. En die doen de ene van de Hij is van daar wel groot, maar hij woont al heel lang. Hij woont al heel lang hier.
En nu lekker eten. Bedankt voor het filmen, hè. Goed dan. Tot ziens. Nu snel even langs de buffetten. Van alles iets, oelala. Voorspijzen, voorgerechten. Snel naar de hoofdgerechten. Zo, en hoofdgerechten. En pizzatjes tussendoor. En een of ander vies groot stuk vlees. Ba-ba-ba-ba. En hier is de beste afdeling. Voor mij de toetjes. Nu nog even een zinnetje. Deze toetjes ga ik straks proberen. Wat is deze toetjes? Leidend voorwerp. Want je kunt zeggen, wat ga ik straks proberen? Deze toetjes. Bijna aan het einde. En dadelijk komt er ook nog ijs. Maar zo is het wel genoeg. Er zijn nu vieze rode blubber dingen bijgekomen. Ik zal wel eens laten zien hoe dat ze trillen. Even kijken. Jakkes, die eet ik echt niet. En die andere die zien er beter uit. Nou, ik ben hier aan de hotelreceptie. Net lekker gegeten. Ga ik dadelijk dansen op het podium. Dan naar de bar waar live muziek is. En dan natuurlijk weer afsluiten in de discotheek. En volgens mij zie ik hier nou een poes op de stoel liggen. Hey.